Als je in de nacht werkt, is het belangrijk dat je fit en gezond blijft. In de volgende vlogs neem ik je mee langs een aantal experts en medewerkers die gaan uitleggen waar zij rekening mee houden en hoe zij dat doen. In deze eerste vlog gaan we het hebben over slapen. Want hoe doe je dat als je in de nacht werkt? Hey Annemarie. Hallo. Hey, hallo. Hey, ik heb gehoord, jij bent de slaapexpert. Jij kan mij vast vertellen hoe belangrijk is slaap voor je, ook als je in de nacht werkt. Nou, slaap is heel belangrijk voor je. En dat weet ook iedereen als hij een keer een slechte nacht heeft gehad. Dat je je daarna gewoon minder goed voelt en misschien minder goed kan concentreren. Dat zien we natuurlijk ook in de nachtdiensten. Dus als je slecht geslapen hebt, maak je net iets makkelijk misschien een foutje. Ben je misschien iets korter naar je collega's of naar patiënten. Dus goede slaap maken is heel belangrijk om je werk eigenlijk goed en lekker en ook voor jezelf fijn te kunnen doen. Ja, maar hoe doe je dat nou als je in de nacht werkt? Ja, dat is natuurlijk moeilijk, want jouw biologische klok die zegt nee, we moeten wakker blijven, het is licht. Terwijl jouw lijf zegt nee, we moeten slapen, want ik ben zo moe. Voorbeelden die kunnen helpen is bijvoorbeeld zorgen dat je kamer heel erg donker is. Dus goed donker, dikke gordijnen, maar ook zorgen dat er geen geluidsoverlast is. Een schreeuwend kind in de kamer naast je gaat niet helpen, dat weet ook iedereen. Maar daarnaast ook pak je rust. Dus zorg dat als je in bed stapt, dat je dan tot rust bent gekomen. Want als je nog heel gestrest bent, wat kan na een drukke nachtdienst, dan is je lichaam nog volop aan de gang en is het moeilijker om slaap te vallen. Dankjewel, doei. Nou, gezellig bij het poppenhuis. Ja. Hoi Roxanne. Hoi. Hey, ik heb begrepen, jij bent kinderverpleegkundige en je werkt heel vaak in de nacht. Klopt. Hoe zorg jij voor voldoende rust en dat je ook af en toe kunt slapen? Sowieso, tijdens mijn nachtdiensten slaap ik overdag. Tot een uur of zes probeer ik dat te rekken. En tijdens mijn nachtdiensten probeer ik de powernapbank te gebruiken. Ja, de powernapbank. Ik vind dat een heel spannend iets. Wat is dat? Ja, het is eigenlijk een hele relaxe bank waar een lichte massagestoel in zit. Ja. En dat je voor 20 à 30 minuten eventueel kan powernappen. Ja, dus je kan gewoon tijdens je werk gewoon even een tukkie doen. Zeker, ja. Nou, ik moet je zeggen, Roxanne, ik kan wel een tukkie gebruiken. Dat is goed. Ja, nou, mag ik hem even proberen? Zeker, gaan we er naartoe. Oké, top. Ja. Nou, Roxanne, dit is hem dan. Ja. De powernap bank. Hoe werkt het? De tablet erbij pakken. Ja. En je hebt verschillende programma's erop staan. De 20 minuten kan je kiezen. En dan voel je eigenlijk al dat de bank zo meteen gaat trillen. Oh, en begint gelijk. Ja, en de koptelefoon op en dan hoor je eigenlijk meditatiemuziek. Wauw, ik voel me al helemaal zen worden. Kan ik even gewoon 20 minuten liggen? Zeker, hoor. Nou, daar gaat hij dan. Nou, wel te rusten. Dank je. Moet ik nog iets zeggen? Het is dus eigenlijk best wel heel erg relaxed. Ik kan me voorstellen dat je zo in slaap valt. Ik hoor een soort hele relaxe muziek. En overal hele lichte trillingen. En ik heb nog 18 minuten. Heerlijk. Jochem? Hey. Hoi. Zo. Hoe was het? Goedemorgen. Het was echt heel lekker. Goed zo. Ja, ik heb wel het gevoel dat ik er even tussenuit ben geweest en goede nieuwe energie heb. Dus ik kan er weer helemaal tegenaan. Ik zou zeggen tot de volgende vlog.